Sergei Rachmaninov met tijdgenoot Tchaikovsky, een van de invloedrijkste en meest geliefde Russische componisten. Rachmaninov zag 150 jaar geleden het levenslicht en stierf 80 jaar geleden. Hij werd dus 70 jaar oud. In 1917 ontvluchtte hij zijn vaderland en de terreur van de bolsjewisten, we weten dat nog wel, de Russische revolutie destijds. En hij keerde daar nooit meer naar terug. Het Enschedees Russische pianistenkoppel Sofia Vasjeruk en Andrei Nesterenko brengen een ode aan de man, aan deze man, Rachmaninov, in een uitzonderlijke tijd. Waarin geweld van machthebbers in Moskou opnieuw een stroom van vluchtelingen op gang brengt. En Sofia en Andrei zijn hier. Welkom, wat ontzettend leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. Het is een hele bijzondere tijd, ook voor jullie denk ik, om dit verhaal te vertellen, juist nu op een podium te brengen. Ja, dat is inderdaad heel emotioneel voor ons. Om terug te lezen hoe hij was in die tijden. Meer dan 100 jaar geleden. Wij proberen zo ver mogelijk van de politiek te blijven. Dat gaat meestal over zijn leven. Natuurlijk, verhaal kan een beetje ons herinneren aan dingen die wij zien ook nu, helaas. Maar dat gaat het niet over. Wij gaan praten over zijn leven. En ja, mensen kunnen zelf dan daarna denken en analyseren. En vergelijken als het nodig is. Dat snap ik. Het gaat over kunst, het gaat over muziek, het gaat over schoonheid. En dat soort eigenlijk, voor mij nu de meest belangrijke ding is eigenlijk niet meer angst tussen mensen creëren en negatieve emoties, maar eigenlijk andersom. Mm-hmm. En altijd te herhalen dat muziek en cultuur is om mensen te binden. En hij, Rachmaninov, en veel mensen van die tijd zijn echte duidelijke voorbeelden en heel mooie voorbeelden hoe dat kan. Mm-hmm. Natuurlijk, zijn leven was tenminste de tweede helft van zijn leven was een grote drama. Want hij vluchtte uit Rusland. Ja, en hij kon nooit terug. En hij heeft zich ook nooit meer helemaal ergens helemaal lekker gevoeld. Precies, volgens mij. Ja, en daarom kon hij ook niet te veel componeren, helaas. Het meest van zijn werken waren gecomponeerd in Rusland. Ja. En dat is eigenlijk het grootste seintje van. Snap ik. Tegelijkertijd, jullie hebben, Sofia, jij hebt afgelopen zaterdag een concert gegeven hier in het muziekkwartier. Ja, toevallig in één week doe ik bijna heel grote projecten voor hetzelfde persoon. Ja, precies. Ja. Maar is dat een tijd geleden? Hoef het niet heel uitgebreid over te hebben, maar jullie zijn allebei Rus, of misschien Rus-Oekraïns, allebei Rus, maar al heel lang in Nederland. Ja, 2007, zijn, jij in ieder geval. Weet ik niet, André, jij? Ja, zoiets. Wij wonen hier al. Ik was een beetje vroeger dan Sofia, eerder dan Sofia. Bijna 20 jaar, denk ik. Want jullie hebben elkaar hier leren kennen. Ja. We zijn hier verliefd geworden. Wij hebben eigenlijk origineel Oekraïense achternaam. Mijn opa was Oekraïense, André's moeder is officieel Oekraïense. In de paspoort staat dat. Het is zo. Maar in Rusland, weet je, in Oekraïne ook zelfs, denk ik. Dus iedereen een beetje, alles is een beetje gemixt. Ja. Het is natuurlijk maakt nog meer dramatisch wat nu gebeurt. Ja, dat is een beetje. En dat moet voor jullie ook bizar zijn geweest. We hebben 2 jaar corona achter de rug, kon je niks als pianist. En dan mocht je weer wat en dan breekt de pleuris uit. Precies. In Rusland en Oekraïne. En dan zijn jullie Rus. En heb je daar last van gehad of valt dat wel mee? Bijna niet. Ik moet zeggen, wij zijn heel gelukkig omdat we hebben zoveel vrienden en ondersteuning gekregen van verschillende mensen. En zelf moet ik zeggen, in de afgelopen zomer heb ik meest Russische concert van Tchaikovsky gespeeld in Italië. Daarna in Mexico heb ik Prokofjev gespeeld. Nu in Enschede en Rachmaninov, dat zijn allemaal echte Russische componisten. En ik ben zelf Rus en dan had ik nooit gevoel dat iemand was tegen of zoiets. Gelukkig niet. Ik hoop dat zal zo blijven. Ja, dat hoop ik ook. Dat hoop ik ook. De muziek verbindt, dat gaf je al een klein beetje aan. Hè? En tegelijkertijd, je brengt dit zijn nu 2 concerten in Enschede in deze periode over een Russische componist, uitgevoerd door Russen. Er ligt natuurlijk een lading op.
Nou, ik was erbij afgelopen zaterdag. Het zat ramvol. Nou, ramvol is niet helemaal waar, maar het zat hartstikke vol. Ja, ja. Bijna helemaal vol. Ja, ik zie jullie allebei stralen. Ja, jij was er ook, André. Je hebt niet meegespeeld, maar je zat op het balkon volgens mij. Ja, dat komt nog. Bijna meegespeeld. Volgende week. Ja, aanstaande vrijdag. Ja, deze week, ja, precies. Hoe was het afgelopen zaterdag? Ik kan wel zeggen wat ik ervan vond. Maar, het was gewoon een grote droom. Die was opeens gewoon gerealiseerd. Ik was ontzettend blij. Was dit dan al een oudere droom voor jou om dit te doen? Ja. Ja, voor lang. Jij bent initiatiefnemer, hè? Daarom kijk jij wel even aan, Sofia. Ja, dit is allemaal. Maar jij bedoelt nu de 30 concerten die hebben gespeeld. Ja, ja. Ja, dat was echt lang gepland. Maar het is natuurlijk, omdat deze stuk zo ontzettend moeilijk is, dan moet je eigenlijk veel tijd hebben en veel ook mentaal energie om dat voor te bereiden. Het is een waanzinnig stuk. Het was het tweede pianoconcert van Rachmaninoff, geloof ik. Derde. Kijk, daar ga ik al verkeerd. Derde, heel goed dat je me corrigeert. Maar waanzinnig moeilijk en ongelooflijk groot heel en heel klein. Ja. Ja. Supersnel op een aantal momenten. Je hebt al je 10 vingers nog. Ja. Onvoorstelbaar. Ik vind het echt een waanzinnig concert. Misschien even naar het verhaal van Rachmaninoff zelf. Hè? Ja, voor de mensen zeker. Die dat niet kennen. En aanstaande vrijdag staat dat ook een beetje centraal volgens mij. Kan je ons in volgevlucht of misschien jullie allebei meenemen in wie Rachmaninoff was en waarom hij zo bijzonder is? Hij was echt een bijzondere man. Ik zie nu de foto. Dus ik ben zoveel in zijn leven geduikt. Het is echt voor mij heel emotioneel. Ik weet niet. Dit is, wat maakt het zo emotioneel voor jou? Ik denk dat is gewoon een beetje persoonlijk. Het begon toen ik was heel klein eigenlijk. Dus, wat is er in zijn leven dat bij jou een soort van echo geeft of zo dan? Hoe hij was als persoon eigenlijk. Als ik schets lees, hem eens. Wat voor mens was het? Wat voor man was het? Hij was heel van één kant heel gereserveerd. Maar tegelijkertijd, hij had een hele goede sense of humor. Een gevoel voor humor? Ja. En hij houdt ook heel veel van bijvoorbeeld van paardenrijden of later autorijden. En hij was echt, hij hield heel van lachen en van vrienden. Maar tegelijkertijd, hij was echt dol op zijn werk. En hij kon echt zo lang en intens werken. Zijn eerste opera heeft hij in 2 weken geschreven. Dus hij was gewoon van alles. Dus het is monomaan bijna. Ja, in 2 weken een complete opera schrijven. Ja, precies. En hij was heel jong toen. Dus, en hij was echt gepassioneerd over zijn professie. Maar eigenlijk over alles. Over zijn kleinkinderen, over zijn kinderen, over zijn vrouw, over zijn professie. Maar tegelijkertijd zo'n van de buitenkant zo gereserveerd en zo educatief en aristocratisch. En dus het is intellectueel natuurlijk. Heel, ja. Dus ook een belangrijke reden waarom hij weg moest uit Rusland. Ja, intellectuelen werden, precies, werden vervolgd. Ja, niet erg geliefd onder de bolsjewieken destijds. Ja. Ja, wat dus, wij zeggen, André? Ja, is een beetje... ik wil een beetje zo zeggen dat eigenlijk een beetje terug naar het project zelfs. Wij proberen. Ja, eigenlijk wat je vraagt over Rachmaninoff, wie is de persoon en wat was een beetje. Dat is wat precies gaat gebeuren op vrijdag. Oké, dus daar moeten we niet al te veel over vertellen. Nee, dat bedoel ik niet. Okay. Maar eigenlijk dat is de bedoeling van het project. En om dit te vertellen, hoe hij was. Ja, okay. Ja, en het project is dus de verhaal gebaseerd op herinneringboek. Laatste interview met Rachmaninoff. De boek was nog gepubliceerd door tijdens Rachmaninoff was nog leven nog en hij was dus akkoord en dat lijkt als klopt wat staat in het boek en dus wij proberen bepaalde verhaaltjes uitnemen van het boek en illustreren het met muziek. Mag ik nog eventjes zeggen dat wij doen dat niet zelf. Wij hebben, gevraagd heel bijzondere. We gaan er zo naartoe. Even rustig, hold your horses. Okay. Ja, we gaan het wel een beetje snel doen, denk ik, maar we gaan er zo naartoe. Mm-hmm. Maar ik ben enig benieuwd, want Rachmaninoff ontvluchtte zijn land omdat de communisten de boel overnamen en die vonden dat allemaal niet leuk. Ik vroeg me echt af, hoe kijken Russen naar Rachmaninoff?
Jullie zijn gepassioneerd en ik denk ongelooflijk veel mensen in het Westen herkennen zijn muziek en nou ja, dat resoneert in hun hart. Is dat in Rusland ook zo? Of is hij toch een beetje oké? Zeker, ja, absoluut. Nu wel. Ja. Ja, er was een tijdje dat zijn muziek was verbonden. Verboden. Verboden, ja. En dat is nu niet het geval. Nee. Iedereen speelt dat. Er zijn ook veel festivals met muziek van. Tuurlijk. Okay. Ja, Maar dat was tijdens de Sovjet-Unie nog. In het begin van de Sovjet-Unie. Dus het was echt. We kunnen dat niet verstaan nu. Hoe was het? De Rachmaninov, misschien een van de meest Russische componist. Zeker. Verboden. Ja. Ja. In eigen land. We gaan even kijken naar een videootje. En dan nog heel even over aanstaande vrijdag praten. Voorproefje voor wat er aanstaande vrijdag op het menu staat. Dit is dezelfde bezetting als aankomende vrijdag zal zijn. Is er een componist die nog moeilijker pianomuziek maakt dan Rachmaninov? Voor mij persoonlijk niet. Misschien, André, maar jij bent ook pianist. Het is elke componist heeft eigen problemen. Ja. Maar dit is verschrikkelijk. Ik bedoel, het laatste is jullie quatre mains. Dat hebben natuurlijk de mensen die naar luisteren niet gezien. Maar spelen jullie met zijn eigen arrangement. Ja, ja, ja. Origineel is dat een stuk voor gewoon één piano. Nee, dat is wel een stuk voor eigenlijk voor vier handen. Oké. Okay. Maar ik vraag het een beetje omdat je hebt dat de meeste muziek van Rachmaninov eigenlijk voor vier handen bedoeld is. Dat gevoel heb ik erbij. Ja, dat is ook zo. Wat gaan we vrijdag doen? Veel dingen eigenlijk. Ik heb uitgenodigd super top muzici. Ten eerste, dat zijn echt mijn grote vrienden, collega's. André Nesterenko. Dat is je grootste vriend. Ja, mijn grootste vriend. Ja. Dan mijn hele oude vriend Alexandre Caspera. Wij hebben samen gestudeerd ook, zoals met André ook. Zij is bijna mijn zus geworden. En zij speelt cello. En wij hebben de vast duo. En zij is ook helemaal dol op Rachmaninov. En verder fantastische violist Daniel Roland. Die ken ik niet zo lang. Maar het klikt gewoon meteen. En ik hou van samenspelen. En wij doen ook iets van duo, iets van trio. Dus het zal heel, heel interessant en mooi zijn. En Anna Emilianova. Dat zijn een Russische zangeres. Zij woont in Maastricht. Zij werkt daar in de Maastrichtse opera. Maar zij komt ook origineel uit Moskou. En wij hebben eigenlijk in dezelfde school gestudeerd. Zij was iets eerder afgestudeerd. En toen zij kwam hier, zij was eigenlijk pianist. En nu zij zingt. Zij is de vrouw die we net hebben horen zingen ook. Ja, precies. Ja, ja. Hey, hebben jullie er een verteller bij of een presentator? Precies, en die vertelt iets van het leven van Rachmaninov. Dat is een heel bijzondere persoon. Ja. Leo Samama, hij is muzikoloog en de componist. Ja.
En ik was ontzettend blij dat hij was. Hij ging mee met ons in deze verhaal. En hij was ook heel enthousiast. En hij heeft enorm veel ideeën. En we hebben één keer al gepraat. Dus vrijdag is de eerste keer dat jullie het programma gaan brengen? Dat is eigenlijk de tweede keer. De eerste keer hebben wij dat iets kleiner gedaan. Maar dit is nu met deze verteller erbij. Ja. En voor hem is het nieuw. Vrijdag, hoe laat, waar? Waar kunnen mensen kaarten krijgen? Waar moeten ze zijn? Het is in een muziekcentrum, Arkezaal. Of ja, Willemingtheater, Kleine Zaal. Het is hetzelfde naam volgens mij. 8:00, vrijdag. Kaartjes zijn online beschikbaar. Ik weet niet, ik heb gehoord dat loopt eigenlijk best wel snel met Karsgroep. Dus niet wachten, niet lang wachten. Toch? Nee, ik denk het ook niet. Aanstaande vrijdag, 8:00, Wilmingtheater, Kleine Zaal, Arkezaal. Let op, dat is de Kleine Zaal. Dus mensen die dit horen of die dit zien en zeggen ik wil erbij zijn. Mijn gevoel is ook, doe dat snel. Ja, de grote zaal zat bijna vol afgelopen zaterdag. Ja, en het zou mij niet verbazen als je straks geen kaarten meer kan krijgen. Ja. Sofia Vasjeroek en André en Nesrenko, dank jullie wel. En heel veel plezier alvast aanstaande vrijdag. Hartelijk dank.